De vakantie is niet zo lang terug begonnen, maar enkele ouders doen nu al schoolinkopen. Onze nieuwsdienst was in de binnenstad en heeft met enkele mensen gesproken. De algemene mening is dat de prijzen niet meevallen, maar dat de schoolspullen gekocht moeten worden. We beginnen met de verkoper van schooltassen op de hoek van de Maagden- en Domineestraat, waar de politie langs was geweest om te vragen of ze een vergunning hebben. Maar eerst Koutou Gwebaka, jullie zijn goed? Hoe op vergunning? Ja, mevrouw. Mm-hmm. Ja, we hebben wel vergunning. Hè? Mm-hmm. Eigenlijk hadden we geen vergunning, maar laatst hebben we wel die vergunning gekregen. Hè? Maar we vragen alle mensen als ze tas kunnen kopen. Mm-hmm. Want de tas is nu 30 aan, weet je. De verkoper is vanaf 60, 35, 50, weet je. Dat duurste is 275. Ja. Dat is een merk? Ja, is een merk. En van waar dan? Van Frans-Guyana. En hoe jullie hebben dollars of euro's nodig om deze tassen te kopen? Nee, SRD mevrouw. Maar als jullie ze aankopen? In euro's. Hoe komen jullie aan die euro? We kopen het weer, of verkopen. Uh-huh. En nadat kopen we weer dat euro. We kijken uit naar schoolspullen. En hoe heb je gezien? Hoe zit het met de prijzen? Ze zijn wel duur, maar ja, ik doe mijn best. Ja. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 2. Een zoontje die staat daar. Over? Ja. In welke klas? Derde. Derde klas, flinke meid. Dus daar wil je een mooie tas? Ja. Maar u zegt, kijk, u heeft nog geen schoolinkopen gedaan? Niet echt. Ik heb een paar spullen al gekocht, zoals patas en schooltas. Maar schriften en potloodpennen heb ik nog niet gekocht. Alle inkopen gedaan? Ja. Hoe waren de prijzen? Wel pittig hoor. Mm-hmm. Maar hoeveel kinderen heeft u? Toevallig heb ik deze 2. Deze en... Oh, okay. En het lukt wel? Ja, toch wel. Hè. En zijn ze over? Ja, ze is naar de 4e. En hij is naar kleuter B. Jij bent naar kleuter B. Wat ga je nu doen? Ik heb mooie kleren aangetrokken. Oh. En als je in kleuter B bent, dan wat ga je doen? Rekenen. Hij heeft mooie kleren aangetrokken, dus mama heeft voor die kleren gezorgd. Jawel. En nu is het vakantie. Wat doet u met de kinderen? Dus ik ben toevallig in mijn vrije tijd. Want ik werk ook. Ben ik met ze in de stad. Geen buiten de stad, andere plannen? Ja, we zijn wel vaak buiten de stad te gaan. Dus zondag gaan we weer buiten de stad. Alles is duur, ik kan niet echt meer zoveel gaan wandelen. Of echt dat je iets wil gaan kopen in de winkels. Je kan niet meer, je moet echt twijfelen voordat je zoveel spullen neemt. Schoolgaand? Ja. Over, geslaagd? Ik ben over. Naar de? Derde naad in. Wauw, geweldig. Welke richting? Toerisme. Toerisme? Ah, ja. Ja, daar is een boost nu in, hè? Ja, precies. En dan, als jij studeert toerisme, hoe gaat Suriname om met toerisme? Wel, ik vind dat ze meer moeten investeren in dit soort dingen. En ik vind dat ze ook meer informatie moeten geven aan studenten. En hoe Suriname ermee omgaat is... Het is een beetje ontwikkeld, als het ware, die richting daar. Het is een beetje ontwikkeld en ja, er komen toch wel toeristen in Suriname. Ja. En we hebben meer nodig die meer deviezen binnenbrengen, toch? Ja, natuurlijk. Zeker. Al schoolinkopen gedaan? Net geweest, 10 minuutjes geleden. En hoe was het? Ik zal niet zeggen redelijk, ook niet goed. Alles is duur geworden. Maar ja, je moet het doen, want je kinderen moeten naar school. Dus ja. Wat moet ik anders zeggen? You have to do what you have to do. Zo is dat. Ik vind het wel erg natuurlijk. Kijk, je hebt natuurlijk ouders die daar moeite mee gaan hebben of hebben. Want alles is vreselijk duur geworden. Maar ja, de kinderen moeten naar school. Ze hebben dus de school nodig. En de schoolspullen ga je voor ze moeten kopen. Je gaat niet kunnen zeggen van, nou, dit jaar ga ik het niet doen. Want ze hebben schoolspullen. En wie gaat je het vergoeden? De overheid gaat dat niet doen. Dus het is zwaar voor de ouders. Maar ja, je moet het doen. Wat zegt u dan in dit kader tegen de regering? Ja. Kijk, ik ben niet dat type die eigenlijk naar de regering toe gaat praten. Of zeggen van, nou, de regering moet dit en dat doen. Het is natuurlijk, ik weet niet als ik ook moet zeggen, het is de regering zijn schuld. Welke regering daar ook zou zitten.
ik weet niet. Ik heb alleen maar geloof en ik hoop dat, kijk, voor de mensen die het moeilijker hebben deze tijd, hoop ik dat ze ergens op een of andere manier ook ondersteuning krijgen om de schoolinkopen te kunnen doen. Ik zou niet zeggen het is de regering Bouterse of als de regering Venetiaan daar zou zitten het goed zou gaan. Ik wil alleen maar meegeven, mensen, als je een handje kan helpen, mensen die het niet kunnen permitteren, doe dat. En laten we voor het beste hopen. Enkele reacties van ouders die reeds schoolinkopen hebben gedaan. Ze zijn niet blij met de hoge prijzen, maar beseffen dat er geen andere keuze is.